journalist en nieuw eigenaar van het café Willem Slok. Tom van den Berg vertelt over zijn nieuwe mediacafé. Wijkzee, Utrecht. Een typische volksbuurt die ook wel wordt gezien als de Utrechtse Jordaan. Er heerst nog steeds een sterk ons kent ons gevoel in deze wijk. En buurtbewoners ontmoeten elkaar in cafés. Een van die cafés is Willem Slok. Een oude kroeg met een nieuwe eigenaar. Tom van den Berg is freelance journalist. Hij wil van het oude café een echt mediacafé maken. Vorige eigenaren waren onder andere politici Rob Kok en Henk Westbroek. Het leuke leek ons dat we gewoon weer eens een kroeg hadden waar journalisten zich thuis zullen voelen. En waarom deze kroeg? Omdat het zo'n heerlijk klein kroegje is. Als je hier rondkijkt, het is gewoon een heel mooi klein kroegje. Maar tegelijkertijd net groot genoeg om een heleboel mensen toch te kunnen binnenhalen. En het is gewoon heel gezellig. Het is een echt praatcafé. En die naam heeft dat ook altijd al gehad. Nee, het is net als Utrecht. Utrecht is een dorpse stad. Iedereen kent elkaar en toch heeft het stedelijke, grootstedelijke trekken. En Willem Slok, daar kent ook iedereen elkaar. En toch zijn we wat wijdser dan alleen maar dit ene plekje op de aarde. We willen kijken of we in de toekomst regelmatig hier bijeenkomsten kunnen houden. Waarin we over actuele zaken in Utrecht kunnen praten bijvoorbeeld. We willen in die zin ook veel politici proberen weer terug te krijgen. Vroeger kwamen hier ook veel politici. Name nog uit de tijd dat Leef bij Utrecht bestond. Henk Westbroek was hier toen al geen eigenaar meer, maar wel Rob Kok. Rob Kok was oud-eigenaar en was toen ook raadslid bij Leef bij Utrecht. Toen stond het ook heel erg bekend als een café waar veel politici kwamen. En die ontmoeting tussen journalisten en politici leverde toen heel veel op. Dat was echt hartstikke leuk. Dus dat willen we ook weer, dus dat we hier op een of andere manier debat kunnen voeren. We willen één keer in de zoveel tijd forums houden, waarin journalisten met elkaar hier bespreken van wat speelt er af in Utrecht, wat zijn de grote onderwerpen. Nou, die onderwerpen stellen we in orde en dan hebben we het erover. Alsof je aan de baar zit, maar dan even met z'n allen. Tom krijgt steun van vriend en collega Jos van Zandbeek. Hij is freelancer voor het ANP. En wat verwacht je van het toekomstige Willem Slok Café? Ja, het moet weer een beetje een journalistenkroeg worden zoals vroeger. En met Tom van den Berg en nog een paar andere mensen hebben we daar toch wel wat leuke ideeën over. Om hier iedere maandag dingen te gaan doen waar journalisten op afkomen. Waar we leuke debatjes gaan doen over dingen die hier in Utrecht in de actualiteit staan. Maar ook dingen naar aanleiding van grotere evenementen, Amerikaanse presidentsverkiezingen of EK, wat is het, WK voetbal, Olympische Spelen, dat wat je met sportjournalisten gaan doen. De spannendste dingen in dit café, journalistiek gezien. Ik denk dat het grappigste, dat was toch wel dat ik hier wethouder Jet van den Berg van Leefbaar Utrecht tegenkwam. Die had ooit verschrikkelijk op de donder gehad van haar eigen partij over de parkeernota die ze geschreven had. Dat broddelwerk, hadden Henk Westbroek en Bureau Snets gezegd. En ze moest haar huiswerk overdoen. Een jaar later kwam ze met eigenlijk precies dezelfde parkeernota. Maar toen vonden Snets en Westbroek hem wel goed. Die zagen dat het nauwelijks anders kon. En toen zei ik tegen Jet van, god, je kan wel raaien wat voor een kop ik boven het stuk heb gezet. Ik kijk me zo aan. Ik zeg, nou, broddelwerk wordt beleid. Kdeng! Klap tegen mijn hartjes. Ja, dat zou ik nooit vergeten. Dat was wel lachen. Ja. En dat was toch wel hard trouwens. Journalist Louis Engelman is erg te spreken over het plan en hoopt op meer interactie tussen politicus en journalist. Wat vindt u van het Willem Slok Café veranderen in een mediacafé? Nou, dat vind ik wel een leuk idee. Dus ja, Utrecht kent dat niet momenteel. Dus het is wel goed om een plek te hebben waar journalisten bij elkaar komen. Ik vind namelijk ook dat niet alleen de journalisten naar zo'n café toe moeten komen, maar ook de politici. Die moeten zich ook mengen onder de bevolking. En die moeten ook de confrontatie aan durven gaan met de journalisten. Dan mogen ze best hier aan de bar doen met een biertje en flink met elkaar verbaal op de vuist gaan.
Discussie hebben met elkaar. En als daar iets uitkomt aan nieuws of iets dergelijks, dan moet de journalist dat de volgende dag gewoon eventjes met hem bespreken, bellen. Van je hebt toen gisteravond dit en dit gezegd, maar daar wil ik wel iets mee doen. Hè? Maar de politici moeten die, ook die confrontatie met de journalisten weer aandurven. En daar is dit een hele mooie plek voor. Bedankt dat u was in Willemslok vanavond, maar dit is wel even de laatste ronde. Of journalisten, politici en de gewone burger met elkaar in debat zullen gaan in dit café, zal de toekomst uit moeten wijzen. Maar één ding is zeker, de behoefte is er in ieder geval onder de journalist. Lucht voor